Ja, we weten het. Met z'n allen. Ja, jullie en ik, we weten het. In Den Haag, hè, überhaupt, het kabinet, ja, die kijken niet om naar de burger. Nee, ze behartigen zeker niet de belangen van de Nederlander. Nee, nee. Want het is, dat hebben we met allerlei dingen al gezien. En nu hebben we weer een voorbeeld daarvan. Dat er wordt niet omgekeken naar de burger, zou ik maar zeggen. Gewoon naar de mensen in het land. Het zal ze allemaal een worst zijn. En dat is dan niet alleen het kabinet, het is gewoon het hele systeem in Den Haag is daar gewoon niet mee bezig. Nee, wat heb je dat gevolgd over die energiebedrijven? Ja, ik ga het jullie vertellen, maar ik hou het zo simpel mogelijk. Kijk, er was Welkom Energie, dat was dus een energiebedrijf. Nou, die ging failliet. Oké, met 90.000 mensen. Kun je je voorstellen? 90.000 mensen, tent gaat failliet. Nou, dan moeten ze ergens anders naartoe. En daar heb je ook nog eens een keer een soort van autoriteit, consumenten en markt voor. Zeg maar de ACM. Die houden daar dan toezicht op. Maar die doen dat helemaal niet bij dat hele failliet gaan. Want toen kwam Eneco in beeld en Eneco zegt, ik neem die 90.000 mensen, die neem ik wel even over. Nou. Goed. En die ACM die laat dat allemaal verder maar gaan. Die kijken gewoon links, rechts, alle kanten op, behalve de goeie. En dat deed ook onze vriend Jette op Economische Zaken. Die deden dat ook. Die keken ook de andere kant op. Die hadden zich daarmee moeten bemoeien. Want de vraag was natuurlijk, voor die mensen, voor die 90.000. Ja, krijgen we dan hetzelfde contract? Ja, de Eneco's, die zeiden van, oh nee, maar dat, we houden dat allemaal redelijk en er gaat niet zoveel gebeuren. Nou, we kennen die mensen van die energiemaatschappijen, die zijn slechter dan slecht. Dus wat gebeurde, hè? Die 90.000, die moesten de hoofdprijs gaan betalen. Ja, bij dat Eneco. En intussen zit die autoriteit, die kijkt weg. Economische Zaken kijkt weg. En die 90.000, zoek het lekker uit. En dat is zoals het kabinet en Den Haag omgaan met de mensen. Met de Nederlander, met de burger. Ja, het interesseert ze gewoon geen ene malle moer. En wat is er dus gebeurd? Een aantal van die mensen van die 90.000, die zijn dus een rechtszaak begonnen. En die hebben gewonnen. Ja, die hebben gewonnen. De rechter heeft gezegd, dit kan natuurlijk allemaal niet. Wat Eneco en Economische Zaken allemaal hebben gedaan. Nou, goed. Dus we weten het weer, vrienden. Aan de hand van dit verhaaltje weer. We weten het weer. Ja. Het is gewoon heel simpel. De burger kan barsten.